Voordat ik naar Sport en Beweging ging, wist ik eigenlijk al een beetje dat ik voor dit profiel zou willen kiezen. Ik vind het werken met alle verschillende doelgroepen gewoon superleuk en heel erg leerzaam. Ik zorg eigenlijk voor dat de cliënten in beweging komen. Dat kan een stukje lopen zijn, even fietsen, maar dat kan ook andere activiteiten zijn. De begeleiding op school is heel erg goed. Je hebt om de zoveel tijd heb je stagegesprekken. Dus hoe gaat het op stage, maar ook hoe gaat het met jezelf? En hoe gaat het op school? Wat vind je ervan? Dus er wordt heel goed in de gaten gehouden van ja, past dit wel bij je, past dit niet bij je. Ik vind het heel erg leuk als we in de praktijk lessen bijvoorbeeld met blinddoeken op. Dan moeten we door de school lopen en dan word je begeleid door een klasgenoot. En dat soort dingen vind ik heel erg leuk. En laatst hadden we een bago-dag en toen moesten we van die ouder ja, pakken aan waarin je dus het gevoel had alsof je oud was. En ja, dat soort dingen, dus die ervaring die je dan zelf meemaakt, dat vind ik heel erg leuk. Ja, het is wel belangrijk dat je empathie hebt, dus inlevingsvermogen in een ander persoon. En dat je ook weet dat de opleiding niet alleen draait om spelletjes spelen en sporten, maar dat je ook soms wat meer zorg moet plegen. Ik zou zeggen gewoon doen, omdat dit toch wel een profiel is waarin zoveel voorkomt. Dus je kan werken met mensen die blind of doof zijn, maar je kan ook werken met speciaal onderwijs, dus het is gewoon heel erg breed. Dus als je twijfelt, denk ik dat het juist een hele goede optie is, omdat het zo breed is. Dus je kan echt ook hierna heel veel kanten op. Ik denk dat ik met dit profiel in één jaar echt al heel veel heb geleerd. Dus ik zou het zeker aanraden.